I feel huge. Yo, ik ben zo slecht aan het vloggen. En aan de ene kant is het jammer, want een huisproces filmen is altijd heel leuk. Vooral om terug te zien. Althans, ik vind het heel leuk om terug te zien, omdat het om mijn huis gaat. But I'm definitely not sorry, want het leven is gewoon heel druk nu. Ik ben mega zwanger. Mijn buik staat op knappen. En ik moet nog even. Maar het leven is dus gewoon vrij hectisch. Ik bedoel, ik ben net een dag terug uit Italië. Ja, ik ben naar Italië geweest om mijn zwangerschap nog even vast te leggen. Letterlijk alleen voor een zwangerschapsshoot. Ik was daar 4 dagen met Coco en Isabelle. We hebben heel veel pech gehad. Autopech. Gezeik. We konden nergens eten. Want je had blijkbaar een green card nodig. A.k.a. 3 vaccinaties. Ik heb er geen. For your information. Dus was nogal een heftig tripje. Dus had ik meer willen vloggen om deze verbouwing / move vast te leggen? Ja. Had het gekund? Nee. En dat is waar we nu mee moeten gaan dealen. Inmiddels zijn er ook heel wat dingen alweer uitgepakt en neergezet. En het komt wel echt samen nu. En ik gok dat het de dagen hierna heel snel gaat. Natuurlijk zijn er nog een paar dingen die pas veel later binnenkomen. Want levertijden zijn ook belachelijk nu tegenwoordig door corona. Dan heb ik het echt over 20 weken over sommige items. Dus ik krijg een lamp bijvoorbeeld letterlijk pas in juli binnen. Terwijl ik hem in december had besteld. Het slaat echt nergens op. Onze gordijnen voor de woonkamer komen pas in april. Dus dat zijn gewoon van die dingen. Het huis is echt nog niet af, maar zeker leefbaar vanaf dit weekend. So I'm very excited for that. Dus ik ga nu wat dingen ophalen bij een PostNL-punt. Want er komt een shitload aan dozen, heet het, binnen. En soms zijn we net niet thuis, omdat we dan bijvoorbeeld iets moeten ophalen of zo. Dus ja, er wordt helaas ook veel weggebracht naar PostNL-punt. En die dingen ga ik nu allemaal halen. En dan rijden we door naar het huis en kan ik jullie laten zien hoe ver we nu zijn. Deze vlog? Volgens mij mag ik het echt geen vlog noemen. Oeh. Thank you.
dat. Mijn jurk is van Naked en mijn blouse is van Jurf Avenue. Ik heb deze blouse echt in alle kleuren die ze verkopen. Het is gewoon zo'n fijne blouse en hij zit zo lekker. Ik heb net een pakketje binnengekregen en dit is gewoon €350 wat ik in mijn hand heb. Het is echt belachelijk. Maar goed, dan heb je ook wat. Ik heb namelijk spotjes besteld voor die spotjes boven mij. Oh, dat is geen spotje. Daar. Die spotjes. En deze. Want volgens mij, ik bedien nu alles handmatig met die app, maar volgens mij is dat echt zoveel meer werk dan met dit. Ik weet eigenlijk niet precies wat dit doet. Ik heb het er gewoon bij besteld. Volgens mij werkt dit dus echt veel handiger. En we hebben hier inmiddels aardig wat Philips lampen. Dus het is denk ik wel chill als we gewoon één systeem hebben hoe we het kunnen koppelen met elkaar. Ik ga zo even kijken wat het precies doet. Maar ik ga dus eerst al die spotjes even indoen. Want daar moeten ze in. En daar. We moeten hier dus nog planken ophangen. Alleen is dit uiteindelijk een stuk dieper geworden dan dat wij voor onze ogen hadden. Dus we weten nog niet of we hier allemaal planken willen. Want dat, ja, dat worden wel gewoon aardig diepe planken. Waarschijnlijk zo diep als dat blad dan daar. En daar heb je gewoon niet zoveel aan. Want je... Ik hoor helemaal niet. Kom niet bij de achterkant. Maar kortere planken gaan denk ik heel krankmikkig eruit zien. Dus, Het is nog leeg. Because we're still doubting about that. Ik ga vanaf nu gewoon weer proberen meer te vloggen. Volgens mij heb ik amper wat vastgelegd. Dus daar gaan we verandering in brengen. De zwangerschap is nu gewoon best wel zwaar. Ik ben extreem opgezwollen. Echt overal. Mijn handen ook. Jullie kunnen het denk ik niet zien. Nou ja, ik ken mijn eigen handen natuurlijk. Ik pas mijn ringen ook niet meer. Ik pas alleen nog maar mijn UGG's. Want mijn enkels en voeten zijn helemaal opgezwollen. Het doet ook echt pijn om te staan. Gelukkig is dit wel het allerlaatste wat uitgepakt moet worden. Moesje doet het echt, echt heel goed. Hij moet heel erg wennen. Dus hij is heel veel moe. Hij heeft heel veel prikkels. We hebben vandaag ook bezoek gehad van mijn beste vriendin Joelle. En zij heeft een babytje Jace. Dus het is allemaal echt heel veel voor hem. Maar je doet het zo goed, Moes. De eettafel is binnengekomen samen met de stoelen. En I am obsessed. Het zijn eettafelstoelen van Maid. Ik denk wel dat we er nog kussentjes voor moeten, want het zit best wel hard nu natuurlijk. En dit is een marmeren tafel van... ik weet even niet hoe die heet. Maar er wordt ook wel de tulptafel genoemd door het voetstuk. Het is echt een designer item, dus dit was wel een rip uit mijn lijf, maar... Ik ben heel blij dat ik het heb gedaan, want het is wel echt een heel mooi stuk in de woonkamer. Of nou ja, eetkamer. Ik zoek dus nog een schilderij voor aan de muur. De lamp die daar komt te hangen komt in april. En de gordijnen die zijn nu in de maak. Die worden op maat gemaakt, want het plafond is hier hoog. En hier staan alle dozen voor de Tilco-kast die ik heb gekozen. Het wordt een hele mooie boekenkast, hier zo aan de muur. En in deze doos zit onze Dyson luchtreiniger. Dus die ga ik ook nog uitpakken als ik... dit morgen allemaal heb gedaan. Of nou ja, ik, Felix, ga dit doen. Want dan kunnen deze dozen dus in de kasten worden gedaan. Dus dan kan ik die kast gaan indelen en die kast. Nou, de tv hangt, daar ben ik ook heel blij mee. Met het ambilicht. Felix heeft de kabels al netjes weggewerkt. Eigenlijk is het huis gewoon zo goed als af, jongens. En ik denk dat deze view ook een stuk mooier gaat zijn als ik zo dus die fucking stickers eraf haal. Ik ben heel de tijd aan het praten terwijl de tv aanstaat. Dat is denk ik heel irritant, sorry.
That shit is fucking pissing me off. Wie verzint dat? Nou, ik heb er 2 gedaan van de 1, 2, 3, 4, 5, 6. And I'm over it. Dat ik die Philips Hue zeg maar op de wifi box moet doen. Maar waar zit onze wifi box? Oh, die zit in die meterkast daarboven. Welke is het dan? Dat witte dingetje is eigenlijk niet te missen. Zo, oh, ik stond er net toch echt 10 minuten naar te kijken. Dus ik heb hem zeker gemist. Jobber. Oké, wat is de wifi box? Naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. Oh, daar. Ja, zie je, kijk, dit zou je ook zo boeien. Ja, maar ik zie dit inderdaad, dus dat zou ik niet even zien. Nee, daar zo. Oké, top, maar dan ga ik dat doen. Ja. Hoe gaat het daar? Klaar met wat werk. Ik moest een samenwerking inleveren. En ik moet heel nodig plassen. Be right back. Oef. Oef. Wat was ik nou aan het vertellen? I can't remember. Maar goed, we hebben vanmorgen een afspraak gehad bij de verloskundige. En vorige keer zei ze ook al dat de baby echt wel al aan het indalen is. Maar nu zei ze, oh, ze ligt nu nog lager en ze ligt ook echt wel al vast, denkt ze. Dus ik zei, noem je dat dan dat ze ook echt al ingedaald is? Ze zei, ja, ze is ingedaald. Onze babymeisje is ingedaald. Dat wil zeggen dat haar hoofdje dus echt vast ligt in mijn bekken. En dat voel ik ook. Het voelt als ik loop alsof ik een bowlingbal tussen mijn benen heb. Ja, niet heel erg plezant. En als ik ga plassen, dan voel ik echt de druk op mijn hele vagina. Alsof er gewoon echt een bal op aan het rusten is. Dus ik kan me niet eens voorstellen hoe dat gaat zijn als ze er ook echt uitkomt. Aan de ene kant ben ik ready, aan de andere kant denk ik, het is natuurlijk super overwhelming. Ik weet helemaal niet hoe het is om persdrang te hebben. Je kan het niet vergelijken met your shit, want dat heb ik soms wel. Ken je dat? Als je echt naar de wc moet en dan zit je en dan perst je lichaam zelf. Je drol eruit. Nou, dat moeten jullie sowieso wel kennen. I'm not the only one experiencing this. Nou ja, dat is natuurlijk persdrang. Maar dan heb je dat gewoon keer 1000. Een soort oerkracht. Ik moet gewoon weer eventjes opnieuw alle podcasts luisteren die ik had geluisterd. En de hoofdstukken lezen die ik erover heb gelezen. Want die gaven me toen heel veel power. En ik merk dat het nu een beetje afzakt. Omdat het een tijdje terug is dat ik dat heb gelezen en gehoord. Maar nu heb ik het weer nodig. Want het is bijna zover, jongens. Want we zaten dus ook bij die afspraak en toen zei ze, ja, zorg ook wel dat je je bad binnen 2 weken hebt, want jij wilt in bad bevallen. Dus ga het bad kopen of huren, want vanaf 37 weken kan het gebeuren. Ik ben nu 35 weken in 1 dag, dus... Ja. Het huis is in ieder geval zo goed als af. De schilder komt denk ik nog 1 of 2 langs om bepaalde dingen te schilderen. Maar goed, voor nu moet ik eerst heel wat pakketten retour doen. Ik had heel wat dingetjes besteld voor shoots. Maar die waren toch niet helemaal mijn ding. En die zaten niet goed, dus die gaan allemaal terug. Dan ga ik lekker met mijn laptop of hier achter de computer allerlaatste dingen voor de baby bestellen. Ik had het al veel eerder willen doen, maar ja, het zijn gewoon hele drukke weken natuurlijk. Heel hectisch en heel veel te doen. Dus nu zijn we ook nog ruim op tijd. En met laatste dingen bedoel ik gewoon alle benodigdheden. Dus nou ja, flesverwarmer, überhaupt flesjes. Gewoon alles wat je voor een baby nodig hebt. Which is a lot. Zo, ik heb er deze fucking erge inkakker.
Dus misschien ga ik eerst een dutje doen. Ja, laten we dat eerst doen. Day. Another piece of chocolate. Oh my god, deze nagels. Echt een lijpste craving. Naar specifiek Milka Dame deze zwangerschap. Of althans deze laatste maanden. I just can't stop. Ik kan makkelijk een paar repen van dit op een dag eten. Ik doe het niet. Soms één. But I could eat it whole day. Moest je lekker aan het chillen. De kraamzorg is net geweest voor een kennismakinggesprek. Vrij laat in de zwangerschap, maar... Zij kreeg op een gegeven moment corona, toen kon ik weer niet, toen kon zij weer niet. Nou ja, dan ben je ineens maanden verder. Dus fijn dat het nu eindelijk is gebeurd. Maar dat zijn natuurlijk weer nieuwe prikkels voor hem. Dus je bent weer moedjes, hè? Je mag je nek gewoon laten rusten, hoor. Het ziet een beetje ongemakkelijk uit hoe je nu zit. Kijk hoe moe die is. Oh, schatje. Er is iets heel leuks binnengekomen. Namelijk de moonboon. Zeker, mijn morning face wordt er niet echt prettier op, but it's for a good cause. Jongens, het is begin april. Dat betekent dat we hier nu... Hoe lang slapen we hier nu? Sinds 20 maart, dus dat is bijna 2-3 weken. En om heel eerlijk te zijn, kan ik me niet voorstellen dat we ooit ergens anders hebben gewoond. Dus op de vraag, if this house feels like a home, ja... 100%. Maar... Er komen ook nog aardig wat dingen om het nog meer cozy te maken. Beneden bijvoorbeeld een tapijt, een spiegel, twee hanglampen. Onze gordijnen zijn gisteren binnengekomen, maar die kunnen we pas over anderhalve week laten ophangen. Nog een hele mooie stoel hier voor in de slaapkamer. Kijk, dat zijn allemaal dingen die het natuurlijk nog meer cozy maken. Ik ben me er zeker van bewust dat ik niet zoveel van dat proces heb gefilmd, van het echt huiselijk maken. Maar ik moet zeggen dat ik ook echt... Ik ben zo erg naar binnen aan het keren. Het gaat echt helemaal vanzelf, ik hoef daar niks voor te doen. Ik heb zoveel behoefte aan alleen zijn. En met alleen bedoel ik eigenlijk alleen met Felix of alleen. Oh, mijn telefoon gooi ik bij wijze van weg op een dag. Ik kan me heel snel irriteren aan... Het krijgen van vragen via de app. Omdat ik gewoon... Ik merk echt dat ik echt in die bevalbubbel kom. Hoe dichterbij het komt. En dat is heel logisch. Niet zo heel fijn voor mijn omgeving. Maar aan de andere kant denk ik... Bro, ik ben met verlof. Jullie zoeken het maar allemaal uit. Ik ga lekker genieten van deze bubbel. Voor zover het nog kan. Ik ben dus wel echt... Lekker puffy. Je ziet gewoon dat het bijna tijd is, joh. En dat is het ook. Ik ben 37 weken zwanger. 37,5. Dus het is ook bijna tijd om ons kleine meisje te ontmoeten. Dus ik ga jullie vandaag een beetje laten zien hoe we het huiselijk hebben gemaakt. En wij gaan vandaag haar kamer afmaken. Eerst even van mijn theetje genieten, die Felix mij elke ochtend kon brengen. En dan... Gaan we eens kijken wat de jongens aan het doen zijn. Hey. Wat is dit nu? Hallo, hi! Goedemorgen! Hallo!
Ja, dag. Dit doen ze dus in de ochtend als ik er niet ben. Nou, eigenlijk altijd. Hè. Mijn boys. Binnenkort ga ik lekker hetzelfde doen, maar dan met mijn meisje. Dit is onze eettafel. Ik heb expres gekozen voor een designertafel. Omdat ik dacht, ja, het is al niet een hele grote ruimte. Dus laten we hem ook gewoon wel echt met eyecatchers aankleden. Ik wilde er dit keer niet te veel meuk op. Want op onze vorige eettafel lag gewoon heel veel. En daar irriteerde ik me altijd aan. Deze wordt vervangen voor een vaas van 2222 Studio. Die wilde ik al heel lang. En nu waren ze eindelijk weer in stok. Dus ik heb er gelijk eentje aangeschaft. En dit is gewoon echt een goedkope versie daarvan, van de H&M. Niks mis mee. Maar die wobbly vaas vond ik gewoon zo mooi. Dus I'm so glad dat die onderweg is. Die doos moet daar natuurlijk weg. Dus daar eventjes niet op letten, AUB. Thank you. En dan hebben we onze andere eyecatcher, de tilpokast. Zoals je ziet zijn er nog twee plankjes leeg. Daar wil ik foto's plaatsen. En voor de rest hebben we het gevuld met boeken. Dit schaaltje vond ik heel mooi. En dit zijn de bedankjes die ik heb gekregen op mijn baby shower. Die heeft Paula zelf gemaakt. Dus dat vond ik echt heel mooi erin passen. Dan heb je hier bijvoorbeeld nog een kaars van 2222 Studio. Die ruikt echt heerlijk. En het omhulsel is dus helemaal handgemaakt van keramiek. Super mooi. I don't need to explain this. Een hele belangrijke reis voor mij. Het is een mooie kaars daarvan. Dit is een vintage Murano lamp. Vermglazen. Een tarot deck kon natuurlijk niet ontbreken in de kast. Dan hebben we een Sonos box. Mijn meest favoriete piece van de Spirit Junkies. Een bergkristal. Deze kwam ik online tegen en vond ik wel grappig. Omdat ik altijd zo zit. De Indo-pose noemen ze het hier. Een klein random vasie. Hier nog meer boeken. Dit is Oekle Boekle. Die stond in ons vorige huis. En is een soort van onze totempaal geworden. Dus die moest mee natuurlijk. En dan hebben we hier onze memory box. Met foto's. En allemaal leuke herinneringen. Dus ik ben echt wel heel blij met hoe deze er nu uitziet. Helemaal gevuld en alsnog heel sereen en rustig. Dan staat daarnaast de Dyson. Die hebben wij ontvangen. Daar ben ik super blij mee. Ik zal jullie er binnenkort even wat meer over vertellen. Want zonder dit ding hou ik geen lucht. En zoals je ziet moet hier bijvoorbeeld nog een lampenknopje op. Wij willen aan de muur nog een schilderij. Hierboven mist een wandlamp van Vitra. Die komt over 2 weken binnen. En we missen nog gordijnen. Dus dat wordt ook nog gezelliger gemaakt door een lap gordijnen. Maar dat is tot nu toe de eetkamer. Dan de woonkamer. Mijn kleine snuitje ligt hier al lekker te slapen. Hij vindt de bank dus echt heerlijk, waar we zo blij mee zijn. Want in het vorige huis was hij niet echt een bankmens en nu wel. We hebben de bank aangekleed met kussens. Sommige zijn van West Wing en sommige zijn van H&M Home. De bank zelf is dus ook van West Wing en de salontafel ook. Dit is echt het enige wat op de salontafel staat qua decoratie. Ik wou er nog boeken plaatsen en een vaas, maar het werd gewoon zo druk. Omdat de tafel natuurlijk ook al van marmer is. Dit is trouwens geen echt marmer, de eettafel wel, maar dit niet. Dus ik heb het gewoon lekker simpel gehouden met een bakje. Ook van West Wing. Deze is van Studio Yen. Deze ook. En deze is oud van Etsy. Dit wire tafeltje heb ik meegenomen uit mijn studio. En die vond ik hier leuker staan. Nou, de welbekende Togo. Dit was mijn allereerste aankoop voor dit huis. Omdat ik hem tweedehands vond en dacht, ja, maar nu moet ik hem kopen ook. Want anders dan is hij straks weer weg. De olijfboom maakt het al iets gezelliger. Maar we willen achter de Togo nog een spiegel plaatsen van Gustav Westman. Die zou eerst op een andere plek komen, namelijk op deze plek. Maar we vonden toch... Ja, het zou toch een beetje gekkig zijn om hier dan een grote spiegel op te hangen. Vervolgens op de bank te zitten en de hele dag naar je eigen reflectie te kijken. Dus we hebben toch gekozen voor deze tafel van Zara Home. Wat is er? Ik zeg toch niks geks?
Rikkie. Deze hebben wij gisteren in elkaar gezet. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik vind de kleur namelijk nog mooier in het echt dan op de site. En hierboven wil ik een art piece bestellen. Maar daar moet ik even op wachten, want degene die deze pieces maakt, die verwerkt je handlijnen in het schilderij. En ik wil die van mij, van Felix en van onze bebé samenvoegen in één. En dan dus een schilderij van laten maken en hier ophangen. Dus die moet nog even wachten. Zoals je ziet staat wel alvast haar wiegje van de woonkamer er. Dat is de Moonboon. Die hebben wij gekregen en staat zo, zo mooi in het huis. Daaronder komt een mand voor Mushi. Die moet nog binnenkomen. Zijn speeltjes krijgen dan een andere plek, want we willen niet dat hij getriggerd wordt terwijl hij slaapt. Al denk ik ook niet dat hij daar heel vaak gaat liggen, want hij vindt de bank echt heerlijk, maar goed. En dan hebben we van het andere perspectief de tv. En op het tv-meubel staat niet zoveel. Het is een super mooi tv-meubel en ik dacht, die wil ik niet te veel aankleden. Dus we hebben er een aragoniet, een koffietafelboek en een kaars met wierookhouder. En nu een bakje dadels. Dan hebben we onze keuken, die is heel minimaal, maar ik ben er zo, zo blij mee. Toen alle blauwe stickers van de keuken afgingen, oh, that was so satisfying. Alle kastjes zijn mooi ingedeeld. Jij ligt hier graag op de grond, hè, kleintje? Ik heb Felix heel lang gesmeekt om wandplankjes. Eigenlijk wilde ik zwevenen, die je dus niet ziet. Als in dat je niet ziet dat ze zijn opgehangen. Maar ik kwam thuis en hij was zo trots dat hij dit had gedaan. Dus ik dacht, weet je wat, I'm not even gonna say anything. And I still really love it. Dus, Faye, you did a great job. I love you. Maar dit is een beetje waar we de bewaarbakjes bewaren. Nou ja, broodrooster, vijzel, al het fruit wat we de hele week door eten. Ik moet alleen nog even een mooie broodbak vinden. En ik moet keukenrol op de boodschappenlijst zetten. Oké. Wij hebben eindelijk vouwgordijnen. Dat is heel chill. Hier zitten we elke ochtend te genieten van de zon. Dit is waar we de weekplanning hebben en een boodschappenlijstje. En nou ja, je ziet het. Felix heeft vanmorgen lekker al een koffietje gehad hier. Dan is dit het, ja, kookstationnetje. Is it just me of werkt dit echt nooit? Al deze dingen die ik ooit in mijn leven heb gekocht lekken altijd. Dus ik ben blij dat we deze eronder hebben gezet. Want die zit nu helemaal onder de olie. En anders was het aanrecht. Dus not really happy with that, maar it looks cute. Dit is mijn station. Ik drink altijd thee en met thee bedoel ik heet water met gember. Dus hier maak ik al mijn kopjes. En aan de andere kant hebben we Felix' stationnetje. Ik wilde dus eigenlijk een grote koffiezetapparaat waarbij je echt je koffiebonen zelf kan malen en je melk zelf kan stomen. Ik heb natuurlijk bij de Starbucks gewerkt, dus dat leek me ook gewoon heel leuk. Maar let's be honest, Felix drinkt veel meer koffie dan ik en die had helemaal geen zin in al dat gedoe. Dus die dacht, nee joh, neem me gewoon eentje waarbij je makkelijk cupjes erin kan doen. Dus dit is Felix's stationnetje. En dan hebben we hier, ja, heel simpel de kraan. Westwing heeft echt de leukste dingen als het gaat om dit soort accessoires voor het huis. Dat looks how cute. Jullie hebben gezien hoe ik worstelde met deze spotjes. Nou, dat is allemaal gelukt uiteindelijk. In de avond ziet het er ook echt super gezellig uit. Overal in het huis trouwens, door de sunsetlamp en ambilight. Maar dus heel blij met deze. Ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe blij ik ben met de badkamer. Daar stond natuurlijk eerst een bad. En hoewel veel van jullie zeiden, oh je gaat echt spijt krijgen, ben ik super blij dat we dit ervan hebben gemaakt. The showers just hit different now. Omdat we twee douchekoppen hebben, dus dit is Felix zijn kant. En dat is mijn kant. We kunnen lekker zitten. Natuurlijk aan beide kanten. We hebben nestjes in de muur, zodat de bankjes ook gewoon leeg blijven. En er ligt natuurlijk een hele mooie gietvloer in. Ik moet wel echt nog een mooie badmat vinden. Ik vind het gewoon heel lastig. Ik vind ze allemaal lelijk of niet comfortabel. Dus voor nu ligt er een handdoek. Maar voor de rest is dit de badkamer. Hier zitten alle spulletjes in. Daar hebben we genoeg ruimte voor spulletjes, zodat dit ook lekker leeg blijft. En natuurlijk mijn bakje met Palo Santo en Selenit. Dus dat is de badkamer. De ganzen zijn echt lekker bezig trouwens. Dan niet zo spannend de wc. Al vind ik wel dat hij er uiteindelijk heel leuk is uitgekomen. We hebben hier weer dezelfde tegels en dat wilden we allemaal terug laten komen. Ik vond die verpakking van babydoekjes altijd zo lelijk. Dus deze heb ik gevonden bij de Wijkorf. Hier een schaaltje van Zara Home, opnieuw met Palo Santo. Al het sanitair is van Tegeldepot. Zij raden ons aan om een witte toilet te nemen in plaats van een zwart, omdat je op zwart alles ziet. Maar ik ben zo blij dat we voor zwart zijn gegaan, want het ziet er gewoon veel mooier uit. En verder natuurlijk alle accessoires ook in het zwart. Hey. En de gietvloer die loopt hierdoor. Beneden ziet de wc er ook zo uit en dan hebben we daar een kraantje.
En hier dus niet, omdat de badkamer ernaast zit. Dus that's the only difference. Dit is onze slaapkamer. Echt een hele chille plek om wakker te worden en om lekker naar bed te gaan. Het is er gewoon heel sereen, heel stil. Ik had een wandkleed voor aan de muur. Maar we gaan hem niet ophangen. Ik vind het veel chiller zo. Heel heel misschien dat we de muur nog een betonlook willen geven. Maar eigenlijk vind ik het wel heel chill dat er gewoon helemaal geen moer aan de muur hangt. Ik denk dat dat ook wel komt omdat onze laatste slaapkamer wel vol hing met lijstjes. Dus ik vind het wel chill. Het frame krijg ik heel veel vragen over. Dat komt van Made.com. Heeft geen hoofdbord. Dat is gewoon een heel lang kussen. Van Suit 702. Het linnen beddengoed is van Yumeco. Het was een rip uit mijn lijf, maar echt heerlijk om op wakker te worden. Dus ik raad het zeker aan. We hadden eerst andere nachtkastjes, maar die pasten niet. Dus ik heb uiteindelijk voor deze gekozen, die ook opnieuw een rip uit mijn lijf waren, maar wel heel mooi. Ik vind het dus alleen niet chill dat ik gewoon nou eenmaal heel veel spullen altijd op mijn nachtkastjes heb. Dus het ziet er dan gelijk zo rommelig uit. Maar goed, hè? I do need everything. Dan is dit de andere kant. Ons hele mooie tv-meubel van Tilco, die ik nog moet stylen. Philips huwlampje geeft heel gezellig licht in de avond. Moesjes een mandje. Misschien dat we nog een kleed hieronder willen. Not sure. En dan vind je daarnaast ons kleine aparte kamertje. Met mijn altaar. Waar ik elke ochtend lekker een wierookje aansteek. Hier super chill. Allemaal opbergpakken. En we hebben zelfs nog ruimte over. En hier opnieuw allemaal linnengoed. En badkamerspul. Extra shampoos en zo. En natuurlijk yogamatjes. Hier staat voor nu een hele grote spiegel. En hier komt een hele mooie stoel. Want deze gaat natuurlijk naar daar. Zodra de bed er is. Mijn studio hebben jullie geloof ik al helemaal klaar gezien. Er staat nu alleen een andere stoel. En voor de rest is dit gewoon de setup die ik thuis ook had. Dus de bank. Waar ik nog steeds dagelijks vragen over krijg. Die komt van Sofa Company. Het witte schilderij heb ik zelf geschilderd. En die daarnaast is van 2222 Studio. Het lampje is van de IKEA. Maar we hebben overal dus Philips Hue lampjes in. En die bedienen we met de Hue Bridge. Dus daarom hebben we al die kleurlampjes. Maar die komen dus niet bij de lamp zelf. Het tafeltje is vintage. De togo. Deze hele grote spiegel is van de IKEA. Oh my god, die gas. En het kleed heb ik ook heel veel vragen over gekregen. Die lag eerst in onze oude woonkamer en die is van Hai. Het is een aardig duur kleed, maar ik moet zeggen, hij blijft ook echt mooi. En dan hebben we aan de andere kant mijn kast. Dus deze is van IKEA. En deze kast is van Goosens. Ironisch, met een gans op de achtergrond. Ik krijg dat kastje niet meer dicht. Het kliksysteem is stuk, dus dat moet ik even fixen. En ik ga toch deze rol naar ons oude huis brengen. Want daar is mijn oude studio natuurlijk ook nog. Die ruimte is gewoon super wit en er valt heel veel licht. Dus ik kan daar mooier content schieten dan hier. En ik vind het stiekem ook wel fijn. Want dat betekent dat ik hier gewoon zou kunnen editen en kan werken. Maar dat ik wel naar een andere plek ga om content te maken. En ik denk dat dat wel chill is voor mijn brein. Zodat ik nog steeds inspired raak in plaats van dat ik heel de tijd in één ruimte bezig ben. Dus ja, die gaat toch weer terug naar ons oude huis. Dit is de gaskamer slash kleedkamer. Die is gewoon heel simpel. Er staat een hele mooie stoel van Sofa Company. En ik dacht dat ik het kleed groter had besteld. Dus misschien dat ik dat nog doe, misschien ook niet. I don't know, het is niet echt nodig. Dit is dezelfde stof als mijn bank in mijn studio. Het is ook hetzelfde merkje, maar deze stoel draait. Kijk hoe leuk. Oeh, ik ga er gelijk ook even op zitten, want ik weet niet of je het hoort. Maar ik ben 38 weken zwanger, a.k.a. megabyte adem. Dit zijn alle kledingkasten. En ik ben zo blij dat we dit keer deuren hebben, want alles ziet er gewoon netjes uit. Nou moet ik zeggen dat alles er van binnen ook gewoon netjes uitziet hoor. Because, ja, hè. Ik ben en blijf video, ook al zie je het niet. It still looks very neat. Dit is ook allemaal van de IKEA. Hier heb je weer dezelfde stoel als in mijn studio. De grote spiegel mag natuurlijk niet ontbreken. En voor nu staat er even een wasrekkie met wat kleding. Want als je hier doorloopt heb je de wasmanden. Ons dakterras. En ik ben dus heel druk aan de weer geweest met de wasmachine. Die heb ik helemaal schoongemaakt van binnen. Nou, dit ziet er nu niet heel schoon uit, maar jongens, dit was helemaal zwart. Met helemaal bedoel ik echt pikzwart. Dus dat is helemaal schoon. Alleen heb ik, ja, ik heb gewerkt met baking soda. En toen ik hier gisteravond om 11 uur kwam, lag de hele vloer vol met schuim. Dus ik zie hier ook nog wat resten van schuim. Die ga ik zo weghalen. Dit stond eerst op de grond, maar het werd helemaal nat. En de gordijnen hingen dus heel mooi zo naar beneden. Waardoor je al die meuk, dus al die boiler en al die dingen daarachter niet ziet. En die zie je nu dus wel. Maar goed, hè. Dus keep in mind dat er normaal een heel schattig gordijntje hangt.
Alleen nu even niet. Look where I am. In mijn oude studio. De rol is inmiddels teruggebracht. En ik ben stiekem echt wel heel blij dat ik deze ruimte gewoon nog heb. Valt hier gewoon veel meer licht. Het is natuurlijk helemaal leeg, dus heel ruim. Muren zijn wit. Nou ja, ik heb mijn achtergrondrollen als ik andere kleuren wil. Ik heb geen last van te veel pottenkijkers. En de mensen die me kunnen zien, hebben mij al jaren bezig gezien hier. En het zijn niet mijn huidige nieuwe buren. Dus I'm very happy. Want dan kan ik hier gewoon lekker mijn content maken en lekker werken. Vandaag is dan ook de laatste dag dat ik zo even content ga schieten. Met laatste dag bedoel ik, als het goed is, is dit het laatste wat ik moet doen voordat ik beval. Dus dat is heel fijn, want ik ga gewoon heel transparant met jullie zijn. Voor mijn werk is het natuurlijk belangrijk dat je er goed uitziet op beeld. En met goed bedoel ik... niet dat je bakken make-up op moet hebben of dat je er pretty uit moet zien. Je moet je goed voelen, want je wilt ook een bepaalde energie uitstralen voor een deal met een klant. Je wilt dat het aantrekkelijk is. Je wilt dat het verkocht wordt. Dat kan alleen als jij je goed voelt en dat ook uitstraalt. En ik moet zeggen dat ik daar gewoon de laatste weken best wel moeite mee heb. Als ik nu in dit schermpje kijk, dan... ik voel me niet mezelf. Ja, waar ligt dat dan aan? Omdat mijn fysiek er anders uitziet. Maar ook omdat ik me gewoon heel anders voel. Ik ben de hele tijd buiten adem. Dus dat gaan jullie nog wel merken. Ik waggel als een eend. Ik loop heel zwaar. Want ik voel me heel zwaar. Dus het gaat me niet eens om... nou, ik heb niet op de weegschaal gestaan. Maar ik gok dat er zo'n 20 kilo bij is. En het gaat me niet om dat getal, maar om het gevoel wat daarbij hoort. Ik ben heel veel zwaarder dan dat mijn lichaam gewend is. Dus mijn voeten doen pijn, mijn benen zijn opgezwollen, lopen gaat lastig. Ik ben afhankelijk van Felix met het aantrekken van mijn onderbroek en mijn sokken en mijn broek. En het is allemaal gewoon heel erg wennen. En het hoort er natuurlijk allemaal bij. Maar het heeft zeker effect op hoe ik mij voel en... dat is soms lastig, want voor mijn baan moet ik er dus wel gewoon representatief uitzien. Maar zo voel ik me niet altijd, deze laatste weken. Dus dat is zeker iets waar ik gewoon transparant over wil zijn. En je merkt het vast ook wel in mijn whole energy op het moment. Ja, ik denk dat het kopje zelfliefde in het begin van mijn zwangerschap gewoon een hele andere mening kreeg. Ik begon mijn lichaam op een hele andere manier te zien. Ik besefte ineens dat het echt niet ging om het plaatje. Dat ik zoveel meer ben, namelijk letterlijk een huis voor mijn baby. Dus ik kreeg er een hele andere laag respect voor en liefde voor. En liefde kreeg gewoon een hele andere mening en zelfliefde dus ook. Dus ik vind het ergens lastig dat dat deze weken, de laatste weken, allemaal wat minder aanvoelt. Omdat ik juist, ik had het gevoel dat ik hele nieuwe inzichten had wat betreft zelfliefde en de betekenis van liefde in het algemeen. Maar ja, nu zwakt dat dan toch weer een beetje af. En that kinda hurts. Daar ga ik niet om liegen. Want ik heb al heel lang niet meer gehad dat ik in de spiegel kijk en... eigenlijk het eerste wat naar boven komt negatief is. Maar dat ik nu in de spiegel moet kijken en mijn brein echt moet hervormen om goede dingen te zeggen in plaats van negatieve dingen. Dat is best wel zwaar en het neemt veel energie in beslag. Dus ja, dat is nu waar ik een beetje mee worstel. En ik moet zo content schieten voor Puma. Ik heb een heel lekker outfitje in. 2 maten groter dan mijn normale maat. Dus alles zit helemaal lekker. Want als ik mezelf in kleding ga poppen die te strak zit, dan voel ik me nog meer... bekneld en so I'm very happy with my outfit. De broek zit ook echt heerlijk en ik heb er deze hele schattige schoenen bij gekregen. Maar het is dus best ironisch dat ik content voor Puma moet schieten, want ik ga er zelf ook heel veel aan hebben. Puma heeft namelijk eind maart een 3e editie gehad van de Puma Academy en daar zou ik eigenlijk bij zijn, maar ik ben hoogzwanger, dus dat ging niet. En wat gebeurde er op die dag? Ze gaven daar 3 gratis masterclasses over het thema mental growth. Ontketen de beste versie van jezelf. In die 3 masterclasses deelden 3 experts hun ervaringen en hun kennis met de mensen die aanwezig waren. Over de verschillende onderwerpen met betrekking tot mental growth. Dus je had bijvoorbeeld een masterclass over
The Journey to Self-Love. Een andere was doorbreek je patronen en word wie je echt bent. En dan was er ook nog de laatste. Breng je verstand en gevoel met elkaar in verbinding. Wat ik zo mooi vind aan deze Academy is dat ze echt al jaren hun best doen om zich in te zetten voor het stimuleren van female empowerment. Dus met het platform She Moves Us moedigen ze jonge vrouwen aan om zichzelf te ontdekken, zich op hun sterke punten te focussen in plaats van de zwakke en echt een plekje te claimen in deze maatschappij. En daarnaast is het ook nog eens gratis. Dus, ik was er niet bij. Ik heb de masterclass niet kunnen zien. Maar die kan je dus achteraf zien. En juist omdat het gratis is, is het zo toegankelijk voor iedereen. En ik zelf zou bij de masterclass van Daphne Feller zijn. Breng je gevoel en je verstand met elkaar in verbinding. Ik denk dat heel veel mensen wat aan deze masterclass kunnen hebben. Want het sluit vooral aan bij mensen die het gevoel hebben dat ze altijd aanstaan. Het lastig vinden om de juiste keuzes te maken. Regelmatig het gevoel hebben dat hun hoofd helemaal overspoeld raakt. En ze helemaal overweldigd raken. En gewoon eigenlijk geen rust in hun hoofd krijgen. Ik heb zo'n gevoel dat dat tegenwoordig best wel veel mensen zijn. Omdat er gewoon heel veel onzekerheden zijn. En er gebeurt heel veel in de wereld. En nou, daarnaast hebben we allemaal ook nog ons eigen leven. Dus ik denk dat dit zeker een masterclass is die ook veel van mijn volgers kunnen waarderen. Dus ga het zeker checken op PumaAcademy.nl. Nogmaals, het is helemaal gratis. Het zijn 3 verschillende masterclasses. Jij kan kiezen welke bij jou aansluit of je kan ze allemaal doen. Ik ga mijn eigen geheugen dus ook nog even opfrissen en de masterclasses even terugkijken. Because I feel like I need it in this period of time. Maar nu eerst content maken.